Ja, de vraag of mensen zelf voor de dood mogen kiezen, die is denk ik zo oud als de mensheid. Hoe het kenmerk van mens is dat je weet dat je die prijs een keer moet gaan betalen. Er zijn geen mensen die zonder dood leven. En mag je er zelf voor kiezen? Ja, jemig. Ja, we vinden van wel. We vinden in sommige situaties mag je daarvoor kiezen. Sommige situaties. Het heeft heel veel met leeftijd te maken en met lichamelijke conditie. Mensen aan het einde van hun terminale ziekte, of ze nou 18 zijn of 81. Maar er zijn andere redenen voor een zelfgekozen dood. En die zijn, ja, sommige zelfgekozen stervens, hè, daar kijk je naar en denk je van dat is verschrikkelijk, dat had niet gemoeten. En dat is het angstige randje van dit hele onderwerp. Hè. Als we vinden dat, als iedereen moet eigenlijk mogen besluiten wanneer ze willen gaan, we moeten er niet zo ingewikkeld over doen. En ik vind dat we er wel ingewikkeld over moeten doen. En de reden dat we daar zo ingewikkeld over moeten doen is dat je wilt niet... Je zou nooit willen dat iemand zijn leven beëindigt, hè? Terwijl je bij dieper nadenken, diegene bij beter nadenken, gezegd zou hebben, maar er was nog wel een manier waarop ik had kunnen leven. Dat is een afschuwelijk gevoel. En dat is het risico wat je... Daarom zijn we allemaal zo angstig om die doodpil, hè, bij Albert Heijn neer te leggen. Dat durven we niet. En terecht. Want de onterechte zelfdoding, hè, dat is een nachtmerrie die je opjaagt in het hele gesprek hierover. Maar in zijn algemeenheid kan je best zeggen, ja, mensen mogen zelf voor de dood kiezen. En dan begint het kwalificeren, hè? Welke mensen dan en hoe doen we dat dan? Ik denk dat het een gesprek is wat elke keer weer ontstaat, hè, als iemand dat wil. MUZIEK